Ja, lekker. Nee, ik noemde jou niet. We hebben het vaak over meisjes. Lieve, stoere en soms irritante, chaotische druktemaker die twee keer zakt voor zijn scootertheorie. Alle audities die zijn offline gehaald. We zijn in Apeldoorn bij de Old School met Mark Floor. Woe! We gaan een patatje eten, maar ik zie heel veel dieren en ik hou van dieren, dus kunnen we alsjeblieft eerst naar de dieren toe. Let's go. Gaan we rond bij diegene in het dierenpark. Oh, die rent! Hey! Maar je bent hier niet in geweest sinds je hier woont, of wat bedoel je? Ja, nou, ik kom hier toch niet zo vaak. Dit is gewoon een gewoonte. Hier woon je? Dit is gewoon een gewoonte dat hier dieren lopen en dat soort dingen. Ze zijn snel. Ik kan niet doen. Ik wil gewoon even aaien, maar volgens mij hebben ze er niet zoveel zin in. Pakken? Nee. Hi. Hallo. Jammer. Oh nee, hek. Hey. Kom maar. Oh nee, dat is mijn hond. Oké, ja, kom maar. Kom maar hier. Kom eens hier. Kom hier. Oh, ja, maar ik wil niet dat die andere ook ontsnapt. Nee. Kom maar. Kom hier. Klootzooi. Kom hier. Hey. Oké, wacht. Oké, wacht. Ja, nee, dicht. Ja. Oh, dat heb ik stress. Nou, ze hebben wel het avontuur van de dag beleefd. Tuurlijk. Dat kan ook echt alleen ons gebeuren. Oké. Okay, we gingen een patatje eten, geloof ik. Ja? Ja, dat was het plan. Jee. Dankjewel. Kom maar, je bent drinken. Ja, jullie wonen in een oude school. Ja. En er zijn ook allemaal kinderen buiten aan het rennen. Het voelt ook een beetje alsof ik een soort van buurthuis, ja. Wat ja. Leuk. Dit is onze gedeelte zeg maar, van de school. En aan de andere kant hebben we appartementen wat we verhuren. Oh ja. En dan hier buiten zijn allemaal kids aan het spelen. En dieren. Die wij laten ontsnappen. Ja, jij hebt gewoon vier broertjes en een zusje. En ja. Intens. Of valt het mee? Dacht je niet toen die vijfde en zesde erbij kwamen van, nu is het wel genoeg? Nu valt het ook wel mee. Nu is het wel gewoon... Nu worden ze allemaal ietsjes ouder. Ja, nu is het iets, ouder, wijzer. Ik blijf nog wel een beetje achter. Doe jij vaker patat bakken? Ja, ik hou echt van patat. Dus nice. Ik vond het wel heel leuk dat je toevoeg. Ja, ik ga patatje eten. Nice. Misschien kunnen we gewoon al even wat erin gooien. Ja, wil je wat erin gooien? Oké. Oh, wow. Dingen. En hoe lang dan nu? Geen idee. Echt op gevoel. Nee, staat dat niet ergens? Echt helemaal op gevoel. Ik heb echt geen idee. Oh, vier minuten. Oh, dat gaat wel snel. Ik doe het eigenlijk altijd op gevoel. Je doet het gewoon erin en op een gegeven moment denk je, witte ballen en dan doe je weer open. Oké, nice. A few moments later. Het gaat toch allemaal heel dit gaat echt super smooth gewoon. Gooi je er nu gelijk frietjes in? Ja, doe maar. Ik wil ook een boerderijtje bij ons huis. Hey, maar jullie hebben voor dit huis ook een soort van Insta-account, toch? Een soort van old school family. Ja. Hoe vind je dat je ouders daar dan op posten? Ik zou helemaal gestrest raken als... Ik vind het heel cringe en heel gek en heel raar. Ja? Echt? Maar ik denk dat elke ouder dat vindt. Maar ja, ik snap het aan de ene kant ook weer wel. Dat papa gewoon lekker wil socializen. Ja. En papa wil ook echt nog serieus gewoon lekker jong zijn en met een We hebben een bel. Een bel? Oh, want dat wou ik al vragen. Want al je broertjes en zusje, jullie hebben allemaal twee namen. Dus wat doe je dit? Dan kan je niet soort van... Mark Floor, Lisa Marie. We hebben serieus een ding dat je moet komen als de bel gaat. Ja. Binnen een minuutje. Dat hadden wij ook. Want het is natuurlijk een hele lange school. En je moet zoveel mensen roepen. Ja. En er zijn ook heel vaak deuren dicht en dat soort dingen, dus dan hoor je het gewoon niet. En dit is. Thanks for the warning! Ik interview altijd op basis van de Google zoekresultaten als ik iemands naam intik. Geen idee wat dat bedoelt. Nee, dat is Pas de bedoeling. Veel. Ja, het begon dus met gezin. Ik heb broertjes. En je zusje gevraagd om jou in één zin te omschrijven. Nee. Ja. En jij mag gaan raden
Welke uitspraak bij wie hoort? Ben je ready voor deze? Oké. Okay. De eerste is... Ging ik echt heel goed op. Kan niet zonder meisjes. Jojo! Wow, dat is gewoon in één keer goed. Ja, maar dat is ook gewoon een Jaap-actie. Ja? Kan niet zonder meisjes. We hebben het vaak over meisjes met hem en natuurlijk twee boys. Dus dat is wel leuk. Grappig dat hij dat zegt dan. Maar is dat ook zo? Kan ik zonder meisjes? Moet je mij vertellen. Ja, dat weet ik ook helemaal niet. Nou, valt wel mee hoor. Ik leid wel heel erg zonder mijn eigen leven. Maar ik vind het wel leuk om gewoon lekker te praten met mij en dat soort dingen. Ja, je hebt natuurlijk een zusje en je moeder, dus dat zijn ook meisjes. Maar buiten dat, kan je zonder meisjes? Jawel, ik ben volgens mij helemaal niet zo heel erg... Meisjesgericht. Nee, ik ben serieus. Alleen, ik heb wel twee vriendinnen gehad al. Dat is waar, daar hecht ik wel een soort van veel aan. Dat is Dus hij heeft wel... Dus hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel het gevoel hij is nu alweer op zoek. Weet ik niet, zegt heel veel. Kan tante goed oppassen? Pieter Christiaan. Nou, wij slaan het op. Hij weet het gewoon meteen. Het is waarschijnlijk ook een heel sarcastisch ding. Dus ik kan helemaal niet oppassen. Okay. Ik zit al gewoon mijn kamer en ik laat iedereen gewoon zijn ding doen. Chipszakken. Want jij bent de oudste. Jij bent soort van... Ja, maar ik ben oud voor mijn eigen leven. Daar is mijn kamer. Dus ik kan helemaal Heb je helemaal niks aan. Lieve, stoere en soms irritante, chaotische druktemaker die twee keer zakt voor zijn scootertheorie. Ja, maar dit is leuk. Door familie leer je mensen pas echt kennen. Dat is wel leuk. Maar wie denk je van de scootertheorie? Ja, Lisa Marie natuurlijk. Nee. Maar twee keer gezakt voor je scootertheorie. Ga je hem ooit nog halen? Ik heb gewoon veel meer proefexamens moeten maken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik echt gewoon helemaal niet goed kan school. En... Nee, ik kan gewoon niet goed school. Ik ben er heel erg omheen aan het praten, maar dat lukt me gewoon. Nee. Nu denk ik dat we wel moeten gaan haasten. Super druk dat chaotische maken. Die twee keer zijn zak van zijn theorie. Oké. Dan gooi je me lekker weer in de setup. Oh, hierna ook nog snack. Oh ja. Na deze patat, we verdelen deze patat, gaan we daarna een snack doen. Op. Een beetje peper. Heet. Ja, lekker. Nee, ik noemde jou niet heet. Wie zag dat ook meteen? We hebben er nog één. Ik weet niets. Max Olivier. Ja! Ik weet gewoon precies, je kent ze natuurlijk gewoon heel goed, dus ja. Je weet precies wat en wie zou zeggen. Oh ja, en dan hebben we de laatste natuurlijk, kan goed muziek maken en trommelen. Dat is wel Frederik. Dat moet wel. En trommelen ook. Echt schattig, trommelen. Super cute! Het volgende zoekresultaat was vriendin. En het enige wat naar boven kwam was je zus. Wat? Ja, als je zoekt Mark Floor vriendin, dan krijg je je zus. Ja, ik heb doe best wel veel dingen samen en ik krijg best wel vaak de vraag of Lies Marie mijn zusje is. Of mijn vriendin is. Yeah. Maar ze is natuurlijk mijn zusje. Ja, maar dat is best wel weird, toch? Ja, maar ook omdat zij soort van ook wat ouder lijkt dan ze eigenlijk is, want ze is 13. Maar je zei net, je hebt twee vriendinnen gehad. Ja. Je gaat ook wel naar feestjes en zo. Hoe gaat dat dan? Kom je daar niet tegen? Dat gaan allemaal leuke meiden tegen? Ja, heel veel leuke meiden. Ja, dat is gewoon gezellig, toch? Lekker dansen, gewoon, ik ben wel een beetje van de moves. Vind ik wel leuk. Van de moes? Jij doet wel dansen op feestjes. Ja, ik vind het wel leuk. Ik hou niet zo van dat je gewoon een beetje stil gaat staan en een beetje met je armpjes zo... Ja, jij gaat helemaal gek. Ja, ik ga wel. Je gaat helemaal op de vloer gewoon echt gek solo, ja. Maar je bent 15, je hebt al twee vriendinnen gehad. Hoe lang heeft dat geduurd dan? Allebei een jaar. Oh, wow. Dus ik was ook echt best wel vroeg al bij. Intens meteen. Of ik mijn eerste vriendin echt een vriendin kan noemen. Nee, oké. Weet je, die zit in de eerste, tweede was dat. Mm-hmm. Ja, weet je. Of het nou serieus was. Je bent natuurlijk ook gelovig. Ja. Hoe gaat dat met de meiden? Ben je altijd heel erg op zoek naar iemand die christelijk is? Ja, ik ben wel eigenlijk... Ik zou het wel graag willen. Ik wil wel eigenlijk een soort van later dat ik een christelijke vrouw heb die bijvoorbeeld mijn kind straks een stukje van de Bijbel voorleest. Mm-hmm. Iemand die dat zomaar samen deelt. Soort Moet degene ook naar de kerk gaan? Dat is ook natuurlijk, je hebt sommige mensen die zijn wel gelovig opgevoed, maar dat gaat verder niet. Het ligt er een beetje aan. Ik heb altijd bij de kerk wel van, ik vind de kerk een hele mooie plek, maar ik vind niet dat het geloof uiteindelijk draait om de kerk. Mm. Ik denk dat je geloof draait om je geloof in wat je dan ook gelooft. Ja. En voor mij is dat God. Je zei het al, je bent niet echt fan van school. Nee. Maar zit je nu in je examenjaar dan? Of? Ja, vier MAVO. Hoe is dat dan op school? Want ja, in het oosten zijn er nou niet echt superveel wat bekendere lui. Zo heb je niet meteen dat je op school allemaal vragen krijgt over Lars of over andere bekende mensen waar je mee omgaat?
Bij het begin was het wel een beetje, nu zijn ze natuurlijk in Apeldoorn hier zo gewoon aan gewend. Ja. En ze kennen me nu, ze weten wat ik doe en dat ik muziek maak en dat soort dingen. Ik ben er natuurlijk ook niet zo heel veel op school, ik ben wel echt gelijk als ik tot de bel gaat, gelijk naar huis. Vaak is dan de studio in of weet ik veel wat. Ja. Dus ja, dat weten ze wel. Ja. Het is geen gekke situatie of zo op school. Maar is het niet soort van dat meiden ook op school een beetje zitten van... Jawel, natuurlijk wel. Ook wel een beetje. Dat ze dat ook gewoon heel interessant vinden. Tuurlijk, dat zullen meiden op school altijd interessant vinden. Maar ik denk dat het gewoon... Dat, je leest dat ook wel, toch? Ik denk dat jij dat ook wel hebt, dat je dat heel snel door hebt van... die is dat een beetje op die manier. En, dat zijn meer echt vrienden. Ja, precies. Ja. Ik hou meer van gewoon op de natuurlijke manier. Ik vind het ook veel leuker als ik iemand ontmoet die mij niet kent. Top 5 snacks. Je hebt 10 seconden. 3, 2, 1. Ik vind het wel speciaal. Berenklauw, Carrero, Picanto... Wat is er nog eentje? Kaasvijf. Jeetje Mina, maar ook echt goede snacks, echt lekker ook gewoon en echte snacks. Sommige mensen gaan dan ineens chips roepen en denk ik ja... Oh, mag het ook? Nee. Nee hè? Eigenlijk niet, nee. Precies. Wat was je eerste nou, frikandel? Frikandel speciaal. Ja, frikandel speciaal. Berenklauw? Eigenlijk moeten we dan zo een beetje, heb je uitjes? Ja, dat wilde ik dus eigenlijk nog van snijden. Hij gaat er weer snijden. Het is ook heel goed. Deze guy doet het echt tandoenetjes. Dit kunnen echt niet veel guys hoor. En ik wil ook echt niet uit de hoogte doen, maar dit kan echt niet veel guys. Dus meiden sluiten met DM. We gaan het weer even over geloof hebben. Ik zag dat jij bij Teen Mag te gast was. En toen ging je de hele video praten over seks. Ja, maar dat is dus ook wel, dat is ook een ding. Ik zelf doe dat natuurlijk niet, maar nee. Ik spoor ook juist die mensen aan van yo, luister, seks is iets wat soort van, hoe zeg je dat, belangrijk is. Of het allemaal volgens de Bijbel moet, is natuurlijk, daar heeft iedereen zijn eigen visie op. Ook ik heb daar mijn eigen visie op. Maar ik vind juist dat het mooi is om dat juist te bespreken en juist dat te delen. Want ik denk dat het veel beter is dat je dat deelt omdat je een soort van... Er helemaal niet over praat. En daarom kies ik ook juist voor om dat wel te doen. Ja. En dan... daar dat juist al het gespreksonderwerp op zo te laten. Volgende zoekresultaat was The Voice. Dan. Alle audities die zijn offline gehaald. Eigenlijk alles van The Voice, van The Voice Kids, van The Voice of Holland. Ja. Hoe ervaar jij dat? Want jouw auditie is gewoon weg. Heel erg jammer, ja. Heb je ergens het bestand? Kan je het ergens überhaupt zelf nog terugkijken? Ik ben nu ook laatst een maand geleden gepost door zo'n internationale Voice ding. Dat ze een soort van mijn hele reis afleggen. Dus het staat nog wel op YouTube. Ik wil er ook niet te veel over zeggen, want ik vind natuurlijk het heel vervelend voor alle mensen waarbij de dingen zijn gebeurd en dat soort dingen naar. Ik vertel eigenlijk altijd alleen wel dat ik heb het niet zo ervaren. Ik heb een hele leuke tijd daar gehad. Nee, ik ook hoor. Je kan er wel heel veel dingen over zeggen en over kwijtraken en heel veel meningen erover uiten. Maar ik denk juist dat het ook goed is om gewoon daar ook een beetje stil over te zijn. Nou, ik vond het een heel lekker patatje. Ik vond het ook wel leuk. Gezellig. En ik vond het heel leuk om even alle dieren te ontmoeten. Ja, hè? Vooral de schapen. Oh. Ja, ik ruik iets. Of gelaten. Of hij heeft gepist op je hand. Nee, dat toch, kan ook. Als dat zo is, ga ik echt huilen. Ik niet. Ik ga lachen. Ja. Nee, heel erg bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. Vond je het leuk, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op Sterre's YouTube kanaal. En Mark Floor staat er ook onder. Hey, wat fijn. Ja, handig hè. En tot de volgende keer. Yes. Doei.